Goedemiddag mensen, daar zijn we weer met een... ik mag wel zeggen een kakeltje. En een verse show. Welkom daarbij bij de grootste zender van Nederland. De mensen ook thuis even bedanken natuurlijk voor het blijven luisteren ook. Want uit de meest recente cijfers blijkt inderdaad dat wij nog steeds de grootste zender van Nederland zijn. Oh! Jazeker. Mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja, is dit uw komt, dit zijn de veren. Want die horen daar gewoon in. Ik ken er helemaal niet van in deze show. Maar ik vind wel dat het een hele knappe prestatie is. Dat ondanks het geweld van alle andere zenders die eromheen vliegen... met zo'n blik van dat willen wij ook. Nou, dan had je daar eerder over na moeten denken. Maar wij zijn het nu. Leuk. En we hebben natuurlijk nog niet te vergeten de vraag van gisteren. Oh ja. Die ging over vleermuizen, mensen. Weet je dat nog? Je bent een vleermuis. Moet je dus voorstellen, dan hang je dus in zo'n grote grot koud. En griezelig hang je daar aan je beide poten aan het plafond. Met je kopje naar beneden als vleermuis. Wat zou dan een afschuwelijke nachtmerrie zijn? Het krijgen van... Wat dacht je van diarree? Zeg Eddy, Jeroen Kijkendevecht hier. Hey, Jeroen, hallo. Ik hou het kort. Graag. Hoe gaat het? Nou goed, dankjewel. Mooi zo. Ja. Ik had nog even een andere vraag ook. Ja. Ga je nog iets van ABBA draaien? Nee, ABBA, dat doen we niet vandaag, Jeroen. Nee. Niet? Nee. Dan zet ik even iets anders aan. IC-arts Diederik Gommers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die van je, heeft ooit een vrouw zo mooi voor jou gezongen? Nee, zeker niet. Nee, maar er zijn een hoop vrouwen die jou aantrekkelijk vinden, wist je dat trouwens? Nee, ja, maar krijgen daar ik ben gelukkig getrouwd hoor. Oh, maar mensen mogen je toch leuk vinden, Diederik? Ja, tuurlijk, absoluut. Wij vinden je ook leuk, een van de redenen dat we jou bellen natuurlijk. En trouwens, Diederik, we hebben elkaar al eens eerder gesproken, hè? Oh jee, wanneer? In de Clubhouse-app. Oh, oké. Ja, dat speel je leuk. Maar wij hebben toen het even gehad over het feit dat ik zei van... 4 maanden geleden was dat, zou het niet handig zijn... dat wij eens een keer dat patent gingen intrekken van de grootverdieners... de farmaceutische industrie. Dat vond je toen een heel goed idee, weet je dat nog? Ja. Nou, uiteindelijk hebben we daar een artikel in het Volkskrant over geschreven. Ja, ik heb toen 3-4 keer dat artikel gelezen. Ik kon niet 1 keer mijn naam vinden. Maar, oké. Ik heb AstraZeneca gekregen 4 weken geleden. Hoe veilig ben ik nu eigenlijk? Ja, dan ben je... je kunt nog wel COVID-achtige klachten krijgen. Dus neusverkoudheid en een beetje koorts en dergelijke. Maar je bent meer dan 90% beschermd... dat je niet meer zo ziek wordt van de COVID-19 dat je naar het ziekenhuis moet. Goed, ik blijf wel voorzichtig hoor. Want ik heb aanstaande zaterdag ga ik dan met iemand zoenen. En heb ik dan speciaal een mondkapje waar ik dan het mondgedeelte uitgeknipt heb. Dus, wat kan je zeggen tijdens het gamen en in de slaapkamer? En als ik het dus goed begrepen heb, dat gamen is dus dat je in bad zit. Dus die dames zitten in bad en wij kunnen daar naar kijken. Maar de vriendin van mij zit ook vaak alleen in bad, hè? Ja, die zijn heel lang al 4 jaar alleen. Oh. Ja, maar ja, zo'n meisje, hoe oud is ze? 33, die wil natuurlijk ook wel eens een, een verzetje. Dus dan gaat ze lekker in bad zitten met daar een boekje bij en een drankje en een hapje. En heeft ze kaarsjes aan en zo. Allemaal heel gezellig, hoor. Ja, dat gaat niet altijd goed, hè? Met een kaars. Nee, ze heeft er in 1 keer afschuwelijk geslachtsziekte van opgelopen, mensen. Oh. Jazeker. Dit was een druipkaars. Over 5. Ach, maar dat kan toch niet? Top 5 over 5. 101.